Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianland Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 32 hier in Brazilië. De laatste race van seizoen 2 staat op het programma. En laten we kijken of we deze race weer naar de punten kunnen gaan. We zijn wel fel in gevecht met Esteban Ocon voor nog een WK-plekkie. Hebben dus heel veel inkomsten binnengehaald, dus ja, daar moeten wij van profiteren. Het verschil naar Ocon is ongeveer 3 à 4 punten, dus er kan van alles gaan gebeuren. We moeten alles, ja, zoveel mogelijk zien te besteden en zorgen dat de auto goed is. Maar heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken? Voordat je deze dus gaat zien, dat was in Mexico. Klik op het i'tje en dan zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse Formule 1 content. We gaan lekker door met F1 22 My Team Career Mode. En we zijn al bij de jongens al aangeschoven. Dus seizoen 3 belooft nogal spannend te gaan worden. En wil je daarvan niks meer missen, druk dan op het belletje. Zodat jij geen enkele race meer van mij mist. We gaan lekker met de abonnees. Dankjewel daarvoor. De 150 subs dus aangetikt. Laten pushen naar die 155 abonnees. Het zou mooi zijn als we dat gaan kunnen halen. En vooral liken en delen op social media. Volg mij trouwens ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. @GiannandSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Gewoon een follow geven. Dat zou heel erg nice zijn. Nice. Wat ook nice is, is dat wij alles gaan vervangen van de componenten, zodat we een versere motor hebben op het einde van, ja, van de race. Goed verhaal! Zodat we niet in de problemen kunnen komen. En dan is het gewoon zometeen opmaken. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Voor de kwalificatie. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan. Helaas is wel een update nog steeds gefaald. Dus twee updates hebben gefaald. Dus die moeten we opnieuw gaan bestellen. Er is geen regulatieverandering. Tenminste niet dat ik weet. Dus verwacht gewoon weer een stijgende lijn in seizoen 3. Ja, twee onderdelen dus gefaald helaas. Van de aerodynamica en de powertrain. Ook van de betrouwbaarheid is ook een onderdeel gefaald. Eén daarvan kunnen we opnieuw bestellen. De andere moet helaas wachten tot het einde van het seizoen. Maar dan is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 32. En dan na de kwalificatie de sprintrace. Maar dat zien we dan wel. Eerst Q1 zien te overleven. Daar gaan we dan. Ik heb dus nu een probleem. De kwalificatie, dat bestand is gewoon helemaal weg. Elgato had dat niet opgenomen, terwijl ik daar wel om vroeg. Dus ja, dat bestand is helaas weg. Daar kan ik ook niks meer aan doen. Nu volgt gelijk de sprintrace. Nogmaals, excuses voor wat er nu is gebeurd. Zonde, hartstikke zonde dit. Maar goed, de kwalificatie was eigenlijk toch niet zo spannend. Ik zou zeggen, op naar de sprintrace. So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Running through the driver grid order for today's exciting sprint. Charles Leclerc lines up on pole position and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Norris, Verstappen, Daniel Ricciardo and Fernando Alonso, Perez, Russell, Hamilton and Esteban Ocon, Gasly, Albon, Kevin Magnussen and Mick Schumacher, Tsunoda, Schwartzman, Guan Yu Zhou and Lance Stroll.
Tictum, Richard Vershaw, Latifi, and the Professor. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Dan zijn we aanbeland bij de grid hier in Brazilië voor de sprintrace. Licht bewolkt, maar er is geen regen voorspeld, dus we kunnen volledig doortrappen. En dan is het kijken wat wij kunnen gaan doen in de sprintrace. Hopelijk kunnen we, ja, misschien een aantal posities stijgen. Hopelijk lukt dat ook gewoon. Maar eerst zometeen de formation lap. Kijken of wij de banden goed kunnen opwarmen. Geen stopper. We gaan gewoon de band gebruiken waar we op starten. Gaan we helemaal uitrijden. Ja, maar eerst de formation lap. We starten dus op P22. Helaas. Ik had eerder verwacht dat we een aantal posities omhoog hadden geschoven. Maar nee, blijkbaar niet. Heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten van Mark Priestley. En dan gaan we zo meteen 12 rondes lang racen. Het is kort, maar krachtig. Dat ging trouwens ook maar net goed. Maar we weten de auto mooi onder controle te houden. En dan zijn we aanbeland bij de gridslots voor aflevering nummer 32 hier in de sprint race. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 32 hier in Brazilië. De lampen gaan aan voor de sprintrace en ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg, een beetje wielspin al gelijk te pakken. En Vershaw moet al gelijk gaan verdedigen van Nicolas Latifi. Vershaw aan de binnenkant. We moeten hier Latifi kunnen passeren. Dat lukt, jazeker. En dat is P21, een plekje gewonnen bij de start. Vershaw heeft het aan de stok met Dan Tictum. Maar een prima openingsronde en hebben Latifi al gelijk verschalkt. Dat gat is 14e. Het is een beetje druk daar. En Vershaw moet daar helaas een beetje oppassen. Want wij kunnen hier achterlangs terugkruisen bij de landgenoot en teamgenoot van ons. En dat lukt. Dat is P20. En daar al gelijk Dan Tictum en Guang Yuzhou te grazen genomen. Voor P19. Het houdt alleen maar bij Dan Tictum aan de binnenkant van Zhou en Stroll. En dat is P17. Een goede openingsronde hier in Brazilië. En daar helaas is dat de curbstone. Ik wou net zeggen. Dan is daar helaas de curbstone. En heb ik die voorsprong helemaal weggegooid in de prullenbak. En moeten wij opnieuw gaan beginnen aan deze tocht. Latifi en Dan Tictum nu zij aan zij in sector 2. Dat houdt ons een beetje op. Kunnen we hier van profiteren? Jazeker. Latifi te grazen genomen. Aan de buitenkant een beetje wielbengen met elkaar. Maar het is geen probleem. Latifi geeft inmiddels op. En wij rijden op de 21ste plek. De volgende heet dan Dan Tictum. Die wij nogmaals moeten gaan passeren. Geen DRS beschikbaar gesteld. Zometeen in ronde nummer 3. En daar zitten wij in. Hier hopelijk een betere snelheid te hebben. DRS geopend. Overtakenknop niet aangezet. Waarom? We gaan in besparingsstand. En dan zitten we in einde ronde nummer 3. Begin ronde nummer 4. Als we daar naar de buitenkant kijken van Tictum. Lukt dat? Hij laat hem staan. Maar toch vinden wij een weg aan de binnenkant. Jazeker. En dat is P20. Maar Tictum kan terugkomen. Dat zie ik. Wij gaan dan gelijk verdedigen. Die binnenkant kan hij niet langs. En gaan terug naar de racelijn. En het is officieel de 20ste positie. Dan zitten we daar bij Latifi te kijken.
En het is gelukt in ronde nummer 10. Goed gedaan. Ik weet ook niet waarom we zo ver zijn teruggezakt. Maar blijkbaar is Latifi mij gepasseerd. Tictum heeft een momentje gehad, want hij is naar binnen gedoken, zie ik. Voor de softbanden. En nog twee rondes te gaan. We maken daar wel een klein foutje op de exit. En Latifi kan misschien terug profiteren. Zometeen heeft hij DRS. Wij gooien onze ERS aan. Kan hij er wat mee? Dat is de vraag. Nee, want hij zit net te ver weg volgens mij. Lewis Hamilton uitgevallen in de race. Lewis Hamilton uitgevallen in de sprintrace. Ik denk een motorisch probleem. Ga er maar vanuit, want die Mercedes die valt net niet zo snel uit. Maar blijkbaar dit keer wel. Jammer voor hem. Maar goed, daar zitten wij niet zoveel mee. We zitten wel te knokken met Latifi voor P19. Hij kan er niet langs. En dan wint Carlos Sainz de sprintrace. Vertrekt dus vanaf pole position voor de hoofdrace. Goed gedaan. Wij komen thuis op een P19. Pakken Latifi en Tictum. Hamilton uitgevallen. Moet helaas vanaf de laatste plek beginnen in de hoofdrace. Dat wordt een zware klus. En dan is het op naar de hoofdrace. Kijken wat dat dan gaat worden. Right, race over. Take care of the car on the way in. Nou, hier hebben we dan dus de uiter van de sprintrijd. Carlos Sainz start dus op pole position. Charles Leclerc naar de tweede plek. Verstappen op P3. Norris 4, Ricciardo 5, Alonso 6, Russell 7. En Perez pakt het laatste punt. En wij dus 18e. Sorry. Wij dus 19e en we scoren 18e. Ja. Ja. Het is wat het is. Op naar de hoofdrace. Welcome to where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner, and just 1 year later, Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only driver's championship. It's time then for the Sao Paulo Grand Prix. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7 mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical Sector 2, where getting a good run out of Yung Kao into one of two DRS zones will be key to any overtaking prospects today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Fernando Alonso lines up on pole position, with Esteban Ocon alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Mick Schumacher, Leclerc, Max Verstappen and Norris, Ricciardo, Stroll, Sainz and Sergio Perez, the Professor, Tsunoda, Nicholas Latifi and Albon. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Gasly, Magnussen, Guan Yu Zhou, they've taken a grid penalty. And Richard Vasseur. Russell, Tictum, Schwartzman, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Lewis Hamilton rounds off the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. And our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Stel me niet teleur, zegt Mark Priestley. Ik weet wat je kan doen. Stel me dus niet teleur. Dat gaan we ook zeker niet doen. We hebben een goede uitgangspositie om naar de punten te rijden. Want we starten vanaf een P11. Waarom? Heel veel coureurs, heel veel concurrentie hebben grid penalties gepakt. Dus ja. Dan krijg je dat. Medium hard is de strategie. Ik ben heel benieuwd wat dat dan gaat opleveren en gaat opbrengen voor ons. Het hout kraakt hier een klein beetje, maar dat komt door de warmte helaas. Kan ik helaas niks aan doen. En ja, dat kan ik ook er helaas niet uitknippen.
Maar goed, de Formation Lab is van gang. Is van start gegaan. Heel veel informatie. Maar goed, dat weten we allemaal wel. En vanaf een P11 zijn punten kansbaar. Punten moeten wij scoren in deze race. Helaas staan de beide Alpines op 1 en 2 en Mick Schumacher op de derde plek. Mick Schumacher start vanaf P3 als ik dat goed zeg. Of Kevin Magnussen, maar het is in ieder geval een Haas. Heel erg goed. En wij komen aan bij de gridslots. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor aflevering nummer 32 hier in Sao Paulo. De race gaat beginnen, want de lampen gaan aan voor de grote prijs van Brazilië. Jazeker, de lampen springen dus aan voor de grote prijs. Starten dus vanaf een P11 hier op de grid op de mediumband. En we zijn onderweg. En we komen matig weg. Heel veel wielspin al te pakken en heel veel posities al verloren helaas. Aan Latifi, aan Stroll. Hier dan drie dik. En daar zit ook gelijk Yuki Tsunoda. Die heeft ons geraakt. Wij duwen daar Lance Stroll mooi wijd. Nee, dat was Alexander Albon, excuse. Maar een plekje verloren aan Yuki Tsunoda. Kwamen ook gewoon heel slecht weg. En Tsunoda zit te knokken met Lance Stroll. Kunnen wij zometeen iets doen? Dat is de vraag. Mooi naar Stroll toe rijden en hier dan proberen aan de binnenkant. Jazeker, en ook gelijk Tsunoda weer terug te pakken. En dat lukt en geen plekken nu verloren bij de start. De beide Ferraris rijden nog in de speciale autokleuren. Omdat Codemasters moet nog een patch uitbrengen dat die wordt geüpdate. Dat duurt even een tijd. Verstappen noteert de snelste raceronde en wij zitten in ronde nummer 3 van de race. Als we daar Perez aanvallen voor P9, dat lukt. Jazeker. Twee punten erbij. Maar nog niet genoeg omdat Ocon op de tweede positie rijdt. We moeten hopen dat er iets met Esteban Ocon gaat gebeuren in deze race, maar ik ben er bang voor. Hij gaat mooi verdedigen ten opzichte van Checo Perez voor P9 in de race. En dan zitten we in ronde nummer 4, als we daar ook gelijk Lando Norris te grazen hebben voor P8. De volgende heet dan Carlos Sainz voor P7. Zometeen op het rechte stuk kunnen wij wat met de topsnelheid van de Honda motor, ERS en misschien ook DRS. En Schumacher houdt iedereen op, want de beide Alpines en Verstappen zijn al weggereden van de Haas-coureur. Schumacher doet het goed, maar houdt iedereen op, dat is minder goed. En dit keer hier in ronde nummer 5, proberen bij Sainz, dat lukt. Jazeker, maar een kleine touché met Charles Leclerc. Een kleine touché met Charles Leclerc, geen voorvleugel beschadigd gelukkig. En geen waarschuwing gekregen van de race director en dat is P7 in ronde nummer 5. Begin ronde nummer 6 zitten we te kijken bij Charles Leclerc, die gaat verdedigen. De binnenkant lukt niet, dan naar de buitenkant kijken. Maar Leclerc raakt Ricciardo. De voorvleugel van de Monegasque is daar beschadigd. Drie dik in bocht nummer 2 lukt niet, maar we vinden een mooi gaatje en het is P5 2-1. En Charles Leclerc moet dus naar binnen. Wat kan Ricciardo? Wat kan Leclerc? Hier helemaal niks. De volgende heet dan Mick Schumacher. Jazeker. De Duitse rijdt op P4. En daardoor is het gat naar Verstappen al groot geworden tot ongeveer 6 seconden. Herhaling wat er is gebeurd met Charles Leclerc hier aan boord. Remt gewoon veel te laat. En dan is het hier mooi 3 dik. Ricciardo moet daar even eieren voor zijn geld kiezen. En zo heeft Charles Leclerc dus een kapotte voorvleugel. Kan hij misschien nog Ricciardo gaan inhalen met die kapotte voorvleugel? Lukt dat? Dat lukt niet. Nee, jammer. En dan zitten we in ronde nummer 8 van de race als we daar Mick Schumacher hebben voor P4, terwijl het daar geel is. Gele vlag, omdat daar een Mercedes-rijder langzaam rijdt. Dat is volgens mij Lewis Hamilton. Die gaat uitvallen in de race. Daar aan de binnenkant van Schumacher, jazeker, en dat lukt. Goed gedaan, het is de vierde plek. En Lewis Hamilton ook in de hoofdrace, 0 punten voor de Brit. In de sprintrace viel hij uit, in de hoofdrace valt hij uit.
En dat allemaal in sector 1 en 2. Leuk is, Hamilton viel in de sprintrace. Einde sector 1 uit. Terwijl we daar even een klein foutje hebben gemaakt. En Schumacher heeft ons geraakt. Maar dat is geen probleem. Is allemaal geen probleem. En het is weer groene vlag. En we kunnen daar in sector 1 weer verder racen. Overigens rijdt Ricciardo en Schumacher hier proberen aan te vallen bij ons. Maar dat lukt niet. We hebben de latere rem dan, moet ik het eventjes zeggen. En dat is gewoon P4. Voorlopig in ronde nummer 9 van de race. Hier dan opnieuw proberen. Daar zit Ricciardo aan de buitenkant te kijken. Maar dat lukt niet. Duwen we hem daar mooi wijd. En dat is nog steeds P4. En dan zitten we einde ronde nummer 9. Begin ronde nummer 10. Ricciardo probeert het. Dit keer aan de buitenkant. Heeft ons volledig geraakt. En dat is een kapotte voorvleugel, denk ik, voor Daniel Ricciardo. Of hij heeft nergens last van. Dat kan ook. Maar Ricciardo heeft ons volledig geraakt op het achterwiel. En nog 26 rondes te gaan in de race. Het gat naar Verstappen is opgelopen tot 9,7 seconden. Al best wel groot. En dan zit in ronde nummer 17. Als de leiders naar binnen duiken. Exclusief Ocon. Want die gaat een ronde langer door. En wij duiken ook naar binnen. In ronde nummer 18 van de race. We zitten op de helft. Nog 18 ronden op deze harde band rijden. Want daar gaan we naartoe namelijk. Helaas een probleem met de pitstop. Dat heeft ons wat cruciale secondes gekost. 4,6 helaas. En waar komen wij terug? Dat is de vraag. Helaas achter Ricciardo. Jammer. Achter Daniel Ricciardo. Omdat het wiel niet goed zat. Het team heeft hier gewoon gefaald. Anders zaten wij denk ik voor Ricciardo. Maar rijdt hij nog met een kapotte voorvleugel? Dat is de vraag. Rijdt Ricciardo nog met een kapotte voorvleugel? Kan ik niet zien, maar hij is wel heel snel. De banden moeten flink op temperatuur komen. En dan zitten we in ronde nummer 21. Als we daar Perez hebben aan de binnenkant dit keer. Lukt dat? Jazeker. We stoeien er ons gewoon langs. En dat is P6. Maar die exit was minder en Perez kan terugkomen. Hetzelfde geldt voor Carlos Sainz. Die zit ook te kijken. Perez aan de buitenkant. Lukt niet. En dit is allemaal in het voordeel van Daniel Ricciardo. Die zometeen weg kan rijden. Dat gat is al 1,2 seconden ongeveer. 2 seconden na Ricciardo. En in ronde nummer 23 zit daar Perez aan de binnenkant te kijken. Maar dat lukt niet. Jazeker. En dit keer heeft hij Sainz achter zich. En nu moeten wij naar Ricciardo toe zien te rijden. Met nog 13 rondes te gaan in de race. Hopelijk dat dat nog lukt in de resterende rondes. Ik vind het gek dat Ricciardo niet zijn voorvleugel beschadigd heeft, want hij rijdt gewoon nog goed. Hij rijdt goed, maar hij heeft ons wel flink geraakt. En dan zitten we in de laatste ronde van de race en ik ben bang dat wij Ricciardo niet meer kunnen gaan inhalen voor P4. Het wordt een P5. Sorry, een P6. Excuseer, Ricciardo rijdt op een P4. Leclerc op een P4, Ricciardo op een P5. Ik maak twee keer dezelfde fout. Sorry daarvoor. En daar zit Perez al te kijken naar de buitenkant, maar dat lukt helaas niet. Jazeker. Houden gewoon mooi stand. En wij gaan hier Alonso niet pakken voor het wereldkampioenschap. Het wordt gewoon, denk ik, waar we staan helaas. Hadden een wonder nodig en dat wonder kwam er niet. Mede dankzij de pitstops, mede dankzij de sprintrace, mede dankzij de hoofdrace. Alonso gaat hier de race winnen. Pakt zijn allereerste overwinning van My Team Career Mode. Pakt ook de snelste race ronde punt. Jazeker, de volledige score hier in Brazilië. Ocon maakt er een 1-2'tje van. Alpine is in vreugde. De stokbroodvreters hebben weer wat om te juichen. Goed gedaan. En wij gaan hier als een zesde plek finishen. Toch nog goed gedaan. Is het op naar volgend seizoen. En dat is in seizoen 3. Kijken wat dat dan gaat worden.
It's been a rollercoaster season then, but they can go into the winter with their heads held high after an emphatic victory here today. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Once again, it's podium time, and once again, it's a clear win for Alpine. Alpine have seen their fair share of success in Formula One, and today is proof that they've still got what it takes to thrill us all. Congratulations to everyone on the team. Nou, hier ben dan dus de uitleg van de hoofdrace. Alonso wint dus de grote prijs. Ocon naar P2, Verstappen op het podium. Charles Leclerc P4, Ricciardo 5. Wij dus op een P6, Perez 7, Norris 8, Sainz 9 en George Russell pakt dat laatste punt. Voor Mercedes helaas 2 uitvallers, Hamilton en Albon in de hoofdrace. Even kijken naar het klassement. Komen 4 punten tekort ten opzichte van Esteban Ocon voor een plekje in de top 10 in het wereldkampioenschap. Jammer maar helaas. Charles Leclerc dus officieel kampioen. Carlos Sainz vice kampioen. Dus ja, Ferrari gaat weer met de dubbel aan de haal in een seizoen. Hopelijk kunnen we daar in seizoen 3 iets anders zien. Ik ben er bang voor, want de auto is er gewoon nog niet goed genoeg. Dus ga er maar vanuit dat seizoen 3 ook lastig wordt. Seizoen 4. Ik denk dat we dan pas echt een kans kunnen gaan maken voor de wereldtitel. De cash, jazeker. 3 sponsoren zijn tevreden. Goed gedaan. Helaas heeft Richard wat schade gereden. 50k ongeveer misgelopen. Jammer. In totaal 10,28 miljoen dollar op de bank. Dan weet ik niet of wij Verschoor gaan houden voor seizoen 3. Of dat we daar iemand anders gaan neerzetten. Aan het einde van het seizoen kunnen we altijd heel veel geld binnenkrijgen vanwege de doelen en de stand om het wereldkampioenschap bij de constructeurs. Als je dat eenmaal goed hebt, dan stroom je gewoon binnen van het geld. Dus dat moeten we allemaal even zien in de volgende aflevering. De sponsoren worden in ieder geval gewoon verlengd. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. Gewoon doen, gewoon abonneren. Gewoon dat belletje ook even aanzetten, zodat je geen enkele race meer van mij mist. We gaan lekker met de abonnees, dankjewel daarvoor. Laten we pushen naar die 155 abonnees en zo doorgaan naar die 160 abonnees. Dus eerst 155 abonnees halen en dan door naar het volgende doel. Maar goed. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het al, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met seizoen 3 van F1 22 My Team Career Mode. Tot de volgende keer.